Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Onlangs werd de nieuwe Quote 500 gepresenteerd en daarbij zei de hoofdredacteur Sander Schimmelpennink dat het bezit van een fortuin ook bepaalde maatschappelijke verantwoordelijkheden met zich meedraagt. In hoeverre dat beleefd wordt door de leden van de Quote 500 kunnen we vandaag vragen, want te gast is meneer Van Koeveringen. Henk Van Koeveringen, welkom. Leuk dat u er bent. Dankjewel. Weet u het uit uw hoofd welke plaats in de 500 u bezit? Geen idee. Nee. 213. Oh, mooi, prachtig. Dank u wel. Ja. wat vond u van de uitspraak van Schimmelpennink dat het bezit van een fortuin verantwoordelijkheden met zich heeft? Nou, daar heeft hij wel gelijk in, denk ik. Je hebt het natuurlijk vergaard. Tenminste, wij hebben het vergaard op een industriële manier door gewoon hard te werken. Maar aan de andere kant hebben we in dit land ook de kans gekregen om het inderdaad zover te brengen. En als je in je omgeving dan iets kunt doen wat voor deze omgeving ook weer nuttig en profitabel is, dan moet je het ook zeker proberen. Ja. Ik heb het altijd wel als een uitdaging ervaren. Dus we hebben ons op het gebied van de gezondheidszorg en scholen en zo en jonge mensen te hulp schieten altijd wel graag positief willen opstellen. Ja, want het is aan u te danken dat Vlissingen een ziekenhuis heeft, hè? Ja, dat was een drama. Kijk, wij wonen natuurlijk in de periferie van het land. En je ziet natuurlijk nu eigenlijk overal dat ziekenhuizen die in de periferie zitten, behalve dan Slotervaart, maar dikwijls erg moeilijk hebben. Toch uiteindelijk een gebrek aan voldoende, zeg maar, cliëntelen om het industriële gevaar overeind te houden. En daar, daar moeten stappen ingenomen worden. En het punt van verlies voor het ziekenhuis was eigenlijk wel aangebroken. We hebben dat eigenlijk op een leuke manier met crowdfunding kunnen vullen. En het draait nu weer zeer profijtelijk. Dus we zijn er wel een beetje trots en blij mee. Ja, want via crowdfunding, want u bent niet als een Sinterklaas door Vlissingen gaan stappen door geld rond te strooien. Nee, dat was namelijk ook helemaal niet nodig. Het profijtelijke gebruik van het ziekenhuis was best in staat om de mensen die investeerden ook inderdaad een vergoeding te geven. Dus het was eigenlijk een beetje ouderwetse manier van collecteren, zou je bijna kunnen zeggen. Maar wel met nieuwverstanden dat degene die investeerde ook inderdaad een vergoeding kreeg. We hebben ongeveer 750 mensen die om het ziekenhuis heen wonen, zeg maar op een staan van 30, 40 kilometer, ingeïnvesteerd. We hebben op die manier 11 miljoen bij elkaar gehaald. Andere 10 hebben we geleend bij de bank. En die mensen krijgen 5% rendement op hun geld. En binnen 15 jaar worden ze allemaal weer terugbetaald. Dus in wezen is het helemaal geen slechte investering. En je hebt bovendien het gebruik en het plezier van het ziekenhuis in je directe omgeving. Ja. We hebben natuurlijk gezien bij het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam dat ondernemerschap en gezondheidszorg niet altijd even goed samengaat. Nee. Hoe waarborgt u dat? Nou, wij hebben ons eigenlijk niet bezig gehouden met het ondernemerschap. Wij hebben alleen het onroerend goed gerealiseerd. Dus de hele manier waarop het ziekenhuis functioneert en met patiënten omgaat, daar zijn wij ver vandaan gebleven. We hebben alleen gefaciliteerd. Dus we hebben aan het ziekenhuis gevraagd, wat wil u hebben? Wat moet er zijn? Dat hebben we gerealiseerd. En vanaf dat moment is het up to them en niet meer dan ons. Wij bemoeien ons niet met de zorg. En staat er nog een standbeeld van u in de hal? Ik heb het niet gezien. Maar je weet nooit. Nee, ik hoop niet dat het er komt. Als er een standbeeld zou moeten komen, zou dat in wezen voor de bewoners moeten zijn. Want het is natuurlijk toch best bijzonder dat in deze tijd waarbij iedereen altijd denkt dat alles van de staat komt, er toch 750 mensen in de omgeving van het ziekenhuis zijn die gewoon er keihard tegenaan gaan om het zelf te realiseren. Dat vond ik wel bewonderenswaardig. Ja. U bent ook actief in het onderwijs. U heeft onder andere een pand gekocht in Breda, hè, waar een internationale school zit. Het tweede pand gekocht. Ja, we hebben een eerste pand gekocht voor het basisonderwijs. Dat is nu voor het tweede jaar in bedrijf. En dat moet ik eerlijk zeggen, dat is een nuttige bezigheid. En wij willen nu graag een experiment doen op het gebied van voortgezet onderwijs. Maar dan wel voor, zeg maar, het lage beroepsonderwijs. En niet HAVO-VWO. Het is namelijk zo, naar mijn opinie, en dat heb ik niet zelf bedacht. 65% van onze jonge mensen gaan naar het voortgezet onderwijs. Niet HAVO, niet VWO. En daar is eigenlijk niks voor, behalve dan wat er is. Niks bijzonders, niks aparts. Terwijl ik denk snel met elkaar eens zijn dat dat toch wel straks de kern is van mensen die ons land laten draaien. Dat zijn de mensen die uw haar knippen. Dat zijn de mensen die uw kachel repareren, die uw auto op de weg houden. Kortom, die elke dag zorgen dat u kunt doen wat u graag wil doen. En ik vind het een uitdaging om mensen die toch de kans lopen om daaruit te vallen, om die een extra steuntje in de rug te geven. En is dat eigenlijk niet een taak van de overheid? Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar als je kansen ziet waarbij je zelf de handen uit de mouwen kunt steken, dan moet je niet alleen maar roepen dat een ander het moet doen. Dan moet je zelf proberen daar ook iets van te maken. En ik heb de gelukkige omstandigheid dat ik in staat ben om daar risico's in te dragen. Dat moet ik eerlijk zeggen, anders zou ik het niet kunnen. En als dat gezegd hebbende,
Kun je het ook doen. Ja. En u draagt het risico, maar u hoopt ook te profiteren als het profijtelijk blijkt. Nee, hè? Nee, dat niet. Nee, ik ga er nooit aan verdienen. Nee. Op het moment dat het profijtelijk is, dan zal ik het aan Windfort overlaten. En dan, ja, of die dan profijtelijk wel of niet verder daarmee gaan. Maar ik ga daar nooit gewin uit halen. Nee. En voor de goede orde, Windfort is de organisatie achter het onderwijs. Ja, wij hebben zelf wel het initiatief genomen. Maar ook wij zijn tot onze grote droefenis ook sterfelijk. En dat betekent dat als ik plotseling onder de tram kom, het geheel niet stil moet vallen. Er moet wel een organisatie zijn die dan voort kan gaan met het initiatief. Dus dat is de reden dat wij het ook graag met een organisatie samen doen. Ja, maar u kijkt dus altijd met een zakelijke bril naar de goede doelen, hè? Want zo mag ik het toch wel noemen. Ja. En u gelooft er niet zo in om uw geld zomaar weg te geven, toch? Ik vind het ook veel te leuk om het zelf te doen. Daar ben je misschien ook ondernemer voor. Dat wil niet zeggen dat we niks weg willen geven. Maar ik vind het ook leuk om mee te kunnen doen. Maar we hebben ook initiatieven waarin we zelf helemaal geen rol spelen. Wij stimuleren al jarenlang jonge voetbaltalenten in Zeeland. Daar wordt elk jaar een behoorlijk bedrag voor betaald. En daar doen wij feitelijk niks aan dan alleen maar betalen. Maar ja, ik heb niet de talenten om daar invloed op te kunnen uitoefenen. Dus dan kun je niet anders dan het alleen maar stimuleren. Ja, ja, ja. Het zijn wel dingen die dicht bij ons zijn, laat ik het zo zeggen. Ik heb niet een school in Maleisië of een initiatief in Zuid-Afrika. Ja, nee. geen weeshuis ergens in Ghana waar dan uw naam op reikt. Nee, het zijn allemaal dingen die ik denk dat onze eigen omgeving zou kunnen verbeteren. Dat probeer ik na te streven. Ja, en het levert u een prachtige ridderorde op, geloof ik, als ik het zo goed zie. Ja, die had ik al gekregen voordat deze initiatieven bekend waren. Dus dat is, moet ik eerlijk zeggen, dat is meer voor schoolbestuurderschap en dat soort grappen. Kijk aan. Ja. Ja, is dat de kroon op uw werk? Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Nee, dat geloof ik niet. Ik heb ook nooit gedacht om dat te bereiken of zoiets dergelijks. Maar het is natuurlijk best aardig als iemand tegen je zegt, je hebt het aardig gedaan, jochie. Wie vindt dat nou niet leuk? Ja. Dat vind ik ook wel leuk. Als de koning dat zegt. Hè? Als de koning dat zegt, dan is het iemand van importantie. Laten we even gaan naar de manier waarop uw vermogen vergaarde. Want u was van oorsprong onderwijzer. Hè? Ja. En toen eigenlijk via de familie van uw vrouw bent u de recreatiesector ingerold. Ja, dat klopt. Hoe is dat gegaan? Nou, mijn schoonvader was een bedrijfje begonnen in een samenwerking met de grondeigenaar in Noord-Beveland. Dat was ongeveer de tijd dat ik mijn vrouw leerde kennen. Maar wij waren toen nog helemaal van gedachte dat wij het onderwijs in zouden stappen. Dat heb ik ook tenslotte gedaan. Maar slechts kort. Ik heb niet langer dan 1,5 jaar voor de klas gestaan. Ja. En dat bedrijfje dat neigde te expanderen. Alleen, ja, die hadden natuurlijk het probleem van de overstap van de pioniersfase naar een ondernemer. Dat is altijd heel cruciaal, heb ik later begrepen. Dat begreep ik toen nog niet, maar dat begreep ik nu wel. En op dat moment werd ik min of meer uitgenodigd om daar een rol in te spelen. En ik had eerlijk gezegd voor mezelf de gedachte, nou ja, dat doen we dus een paar jaar en dan gaan we weer voor de klas. Ja. Maar schijnbaar was ik succesvol genoeg om te blijven. Het lijkt me nog best wel spannend om een bedrijf van de schoonfamilie in te stappen. Want voor hetzelfde geld klapt de relatie en dan zit je. Ja, dat begrijp ik. De schoonfamilie was wel actief, maar ze waren geen eigenaar. En dat was denk ik een groot voordeel. Het was in 1970 een besloten vennootschap geworden. Ja. En dat betekent dat er aandeelhouders waren. En dat had in die tijd het grote voordeel toen het hele recreatiewezen toch nog een, ja, zeg maar in de kinderschoenen staand product was. Dat wij eigenlijk redelijk professioneel moesten acteren met, en u zult er nu om lachen, met een begroting en met een jaarrekening en met een algemene vergadering van aandeelhouders waar verantwoording moest worden afgelegd. Terwijl de meeste bedrijven toen nog, ja, zeg maar in de fase zaten van, wij doen dat als familie en als we het allemaal leuk vinden zal het wel aardig zijn. Ja. En daarmee waren wij al snel in de professionele zin, zeg maar verder dan onze conculega's. Ja, en dan praten we over een tijd dat Zeeland eigenlijk nog onontdekt was voor het grote toerisme. Ja, dat klopt. Ja. Wij hebben natuurlijk erg veel voordeel gehad van de deltawerken, waardoor we ontsloten werden. Hè. De A58 is in die tijd al, de grote vierbaansweg naar Vlissingen. De Zeelandbrug werd in die tijd geopend, waardoor we naar de noordkant ook veel meer ontsluiting kregen. Daardoor was natuurlijk het Duits toerisme voor ons veel bereikbaarder geworden, want de afstand tussen Noord-Rijn-Westfalen en de Zeeuwse kust werd veel korter. Niet echt in kilometers, maar wel in reistijd. En dat gaf ons natuurlijk wel een boost. Ja. Nu was ik laatst in Zeeland en dan zie je dat het toerisme daar toch echt behoorlijk dominant is. Zeker. Is de provincie er nou eigenlijk leuker door geworden? Het heeft natuurlijk altijd nadelen.
Maar je moet natuurlijk toch ook op een of andere manier iets hebben waar je als provincie van kunt leven. Wij waren natuurlijk vroeger een agrarische provincie. Ja. Dat is niet meer mogelijk om daar een winning uit te halen. Daarna is het half industrieel geworden in het Sloeggebied. Dat is ook niet meer. Daar wordt nog wel actief gewerkt, maar toch niet meer op de schaal die we destijds hadden. De visserij is natuurlijk ook heel beperkt. Ja, dan moet zo'n provincie toch iets hebben waarmee ze uiteindelijk haar bevolking in stand kan houden. En dat is altijd al moeilijk geweest, want in de transitie van de landbouw heb je natuurlijk tijden gehad dat veel landarbeiders toch uiteindelijk met bussen werden vervoerd naar Rotterdam, naar de havens, of naar de industrie van Brabant, of naar de havens van Antwerpen. Ja, is dat dan een leuke oplossing? Ja, ja, ja. Dus het stoort u niet als u in de winkel in het Duits wordt aangesproken? Nee hoor, helemaal niet. Nee, het stoort me helemaal niet. We hebben relatief weinig overlast van toeristen. Natuurlijk, er zal er vast wel eens een zijn die zich misdraagt. Maar er zijn ook wel eens Nederlanders die zich misdragen. Dat gebeurt een enkele keer nog wel eens. Dus nee, ik kan niet zeggen dat. En vergis je niet, wij profiteren natuurlijk mee. Neem een stadje als Middelburg. Als er geen toerisme zou zijn, dan denk ik dat de helft van de winkels dicht zou kunnen. Ja. Dus het feit dat je daar nog een kostuum kunt kopen en een paar goede schoenen. Ja, dat heeft natuurlijk wel. Het is wel een resultante van het feit dat die toeristen daar ook veelvuldig de portemonnee trekken. Ja, ja, ja. Er zit natuurlijk een grote periode tussen het moment dat u instapte in het toeristische bedrijf van uw schoonfamilie en de enorme groei van Roompot, wat het werd. Wat is het geheim? Nou, het geheim is niet zo vreselijk groot. Er zijn een paar stappen die we gemaakt hebben die we wat eerder namen als onze concurrenten, denk ik. Dat is dat we al heel snel geprobeerd hebben om een bedrijf te worden wat een jaar rond exploiteert. Want in de recreatie heb je natuurlijk het grote probleem dat er veel tijd op een jaar is dat je cliënten geen vakantie hebben. Ja. Dus je moet proberen attracties te bedenken waardoor toch mensen, zeg maar, worden uitgenodigd om buiten de zomerseizoenen toch jouw bedrijven te bezoeken. Subtropische zwemparadijzen. Maar ik vind de uitvinding van het surfpak net zo interessant. Hè? Waardoor je dus gewoon veel meer slecht weer kunt trotseren als je wil genieten van de natuur. Dat heeft ons geholpen. En waar we heel snel in waren, dat we veel geld hebben geïnvesteerd in automatisering. Dat was in die tijd in de recreatie een schier ondenkbaar product. Wie deed dat nou? Waardoor we eigenlijk als eerste online konden boeken. Nou, dat was de eerste jaren ook alleen maar kostbaar en weinig profijtelijk. Maar ik hoef u niet uit te leggen hoe de wereld zich veranderd heeft in die tussentijd. Ja. En dat heeft natuurlijk ons wel een enorme vleugel gegeven om een veel groter bereik te hebben naar onze cliënten toe en een veel snellere communicatie. En dus ook een veel betere manier van klantenwerving. Ja. Want even voor mijn idee, hoe groot was het concern op het hoogtepunt? Nou, toen ik wegging, hadden we zeg maar ongeveer 2000 mensen in dienst. En hadden we denk ik een omzet van 280 miljoen of zo. Dat was het moment waarop ik het overdroeg aan mijn navolger. Ja, en nou heb ik me natuurlijk een beetje ingelezen. En het beeld dat ontstaat vanuit de knipselmap is dat u een vrij afstandelijke baas was. Klopt dat? Ja, dat weet je van jezelf natuurlijk nooit. Waar ik wel altijd voor gewaakt heb, dat je geen relatie met je cliënten onderhoudt. In onze business is het toch vaak, zeker bij die kleinere bedrijven, dat er een vrij intieme relatie is tussen de cliënten en de baas. En dat heb ik altijd proberen van mij af te houden. Ik heb het altijd wel als een bedrijf gezien, niet als een soort vriendenclub. Maar ook bij personeelsfeesten gingen we niet voorop in de Polonaise, toch? Nee, maar het zit niet in mijn karakter. Ik ga nergens voorop in de Polonaise. Daar ben ik veel te stijf voor. Het zit er gewoon niet in. Ik kan niet helpen. We doen hem straks even. Ja, ja. Dan wacht ik op u. Ja, dat is goed. Ja, op een gegeven moment komt natuurlijk ook het punt dat u na moet denken over de toekomst van het bedrijf. Ja. En het aardige is, want u heeft een aantal kinderen. Twee. Dat u eigenlijk voor de geboorte van uw kinderen al heeft besloten om hen niet op te zadelen met het concern. Hè? Ja, dat klopt. Waarom is dat? Tweeërlei, denk ik. In de eerste plaats word je natuurlijk ervaringsdeskundige. Wij hebben natuurlijk best veel bedrijven overgenomen in de loop van de tijd. En ik heb heel vaak dus familiebedrijven overgenomen. En ik heb dat dikwijls heel veel verdriet gezien. Omdat of de nakomende generatie het niet kon, of niet gedreven genoeg was, of al het gevoel had, de buit is binnen, waar zullen wij ons nog voor inspannen? Of om de ruzie tussen de familieleden, wie nou eigenlijk het meeste voordeel had van de transactie. Want mag ik u een voorbeeldje geven? Er zijn eigenlijk drie stapjes, denk ik. Hè? A, de opvolger is een van de kinderen die het heel goed doet.
dan heeft hij het bedrijf natuurlijk veel te goedkoop gekregen. Tweede mogelijkheid is, hij doet het heel slecht. Dan heeft hij het hele familievermogen natuurlijk verkwanseld. Mogelijkheid drie is, hij blijft zitten waar hij zit. Ja, met zo'n start is het eigenlijk toch een hoen. Met andere woorden, het is eigenlijk nooit goed. Ja. En ik heb natuurlijk dikwijls ook gevraagd aan mensen, bent u gaan doen wat uw vader deed? En de meeste mensen zeggen bijna altijd meteen nee. En voegen we vaak nogal toe, nee, gelukkig niet. Niet dat die vader iets deed wat niet deugde, maar die opvolgende generatie heeft andere ambities, wil andere dingen doen. Dus ik vond dat mijn kinderen daar de vrije keuze in moesten hebben. Dus ik heb eigenlijk nooit geprobeerd om zij hun in het keurslijf van het bedrijf te stoppen. En als die kinderen nou hadden gezegd van ja, sorry pap, maar we willen toch echt heel erg graag voortzetten uw werk. Was u dan van gedachten veranderd? Ja, uiteraard. Dan had ik zeker dat op zijn minst in overweging moeten nemen. Maar zover is het nooit gekomen. Want je merkt ook wel dat dit soort dingen ook in de opvoeding meegaan. Ik heb vaak in die overgenomen familiebedrijven gezien dat dan zo'n kind zegt, ja, ik wilde het eigenlijk nooit, maar mijn vader en moeder wilden het zo graag. Ja. Ik heb ooit een bedrijf overgenomen, dat vond ik eigenlijk wel significant, waarbij de vader zei, ja, mijn dochter doet dit of dat in het bedrijf en als u het overneemt, mag ze dat toch wel blijven doen. En ik zeg, nou ja, waarom ook niet, als dat gebeuren moet. Ja, of nou mevrouw A of mevrouw B het doet, dat maakt niks uit. En toen die man even koffie ging halen, zei die dochter, ik ga het nooit doen. Hè? Ik ga het nooit doen. En dan voel je dus dat er een soort zachte drang is. En zo'n kind wil die ouders ook niet teleurstellen. Het is natuurlijk ook maar zeer betrekkelijk dat het talent van de vader en de moeder hetzelfde is als van de kinderen. Niet dat die geen talent hebben, maar wellicht een ander. Ja. Ja, 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 ja. En ik vond dat eigenlijk heel, ja, heel moeilijk om dat te doen. Ja. Dus in plaats daarvan bent u in zee gegaan met een private equity partij. Dat klopt, ja, meerdere malen. Ja. Meerdere malen. Ja, die staan natuurlijk nogal slecht in het daglicht. Hè? De springhanen van de economie. Ja. Ik hoorde het laatste de auteur van het boek over de HEMA weer zeggen. Dat hij eigenlijk vond dat private equity zelden goed is voor een bedrijf. Omdat ze zo op de korte termijn functioneren. Ja, u zult daar vast anders over denken, of niet? Nou ja, voor mij was het ook nieuw. Maar wij hebben eigenlijk dat springhanengedrag nooit gezien. Maar ik denk dat het ook van twee kanten is. De investeerder betaalt geld voor de onderneming, maar vraagt wel aan de directeur-eigenaar of hij zich voor de komende periode ernstig wil inspannen. Mm-hmm. En dat moet hij dan ook doen. Maar de verleiding is natuurlijk heel groot dat als je het geld ontvangen hebt om dan toch gezellig met je vrouw langs de boulevard in Zuid-Frankrijk te gaan rijden en je niet meer in te spannen. En dan voel je natuurlijk de frictie komen tussen de investeerder en degene die de operationele leiding heeft. Wanneer die doelstelling, althans zo is het mij overkomen, wanneer die doelstelling gelijk blijft, de neus in dezelfde richting uitgaan, heb ik er altijd heel prettig mee gewerkt. Ik heb daar nooit een echt groot probleem mee gehad. Nee, en ik heb me ook nooit bestolen gevoeld. Dus dat imago dat private equity heeft, is in veel gevallen toch misplaatst? Nee, wat natuurlijk wel zo is, is dat zij een discipline hebben die je vaak als operationeel directeur onvoldoende hebt. De operationele industrieel is natuurlijk heel gedreven met zijn product. Wij zijn heel productgericht, hoe kunnen we dat verbeteren en veranderen? Terwijl die financiële partij natuurlijk heel goed kijkt van hoe lopen die financiële stromen, waar komt het vandaan, hoe werkt dat? Zij hebben daar vaak best hele goede inzichten in. Ook in de structuur van zo'n onderneming. En ik moet ook eerlijk zeggen, als je daar samen goed over spreken kunt, kun je van elkaar leren. Ik heb daar nooit een echt groot probleem mee gehad. Misschien heb ik de goede getroffen. Dat zou kunnen. Ik heb nooit een probleem gehad. Want hoe gaat dat eigenlijk, de goede treffen? Bent u actief op zoek gegaan? Werd u benaderd? Hoe werkt dat? Nee, want het is, dat moet je, wij hebben dat altijd uitbesteed. We hebben dat aan anderen uitbesteed om een partner voor ons te zoeken. Omdat ik de idee heb dat je als operationeel directeur heel veel verstand hebt van kopen en verkopen binnen je eigen ratio's. Maar je bedrijf verkopen, dat heb je nog nooit gedaan. Nee. Dat is heel gek. Dat is het enige wat je nooit gedaan hebt. En daar is het niet onverstandig bij om daar de hulp van een professional bij te zoeken. Dat hebben wij ook gedaan. In eerste instantie heeft de ABN AMRO Bank ons daar erg mee geholpen. En natuurlijk kost dat geld. En natuurlijk moet je die mensen ook betalen. Maar als de dienstverlening op een zodanig niveau is dat je er allebei wat aan hebt, dan is dat niet te duur. Dus ja, wij waren daar best wel tevreden over. Je zou kunnen zeggen dat de buit inmiddels binnen is. U ontvangt al een paar jaar AOW. Dus je kunt denken van, ga lekker inderdaad met uw vrouw langs de boulevard in Zuid-Frankrijk lopen. Maar ja. Dat doet u niet, hè? Nee, waarom niet? Nou, werk is natuurlijk ontzettend leuk. Het is een vervulling van je dagtaak. Het geeft je, zeg maar, relevantie in je omgeving. Het is gewoon leuk om te doen. Het brengt aan tafel een gesprek teweeg. Ik zou het niet graag willen missen.
ik vind het wel prettig dat ik niet meer, zeg maar, 7 dagen en nachten in de week beschikbaar moet zijn. Die tijd heb ik lang genoeg gehad. Maar om nou thuis te gaan zitten, dat lijkt me ons helemaal niet leuk. Dus het is gewoon fijn dat je mag werken. Dus zolang het lichaam het toelaat? Dan blijf ik dat zeker doen. En het geldt ook voor mijn vrouw. Hartstikke goed. We blijven u volgen. Vriendelijk bedankt. Ontzettend leuk dat u er was. Leuk dat ik mocht komen. Wilt u meer interviews zien? Surf dan naar CVD TV.